Welkom in deze nieuwe video. We gaan eens zien wat de boodschap is die vandaag moet meegedeeld worden. En het eerste dat we krijgen is de Six van Wanten, de Zes van Wanten, met Pride Before Fall. En ik heb ook het gevoel dat dat heeft te maken met... Er komt een andere kaart dan onmiddellijk naar boven. Maar dat heeft te maken met het stuk in de ego. Vooral gerelateerd naar materie, werk, business. We gaan zien wat dat eerder iets is aan de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Maar we krijgen onmiddellijk ook het wiel van fortuin met een belangrijk moment. En end of a chapter, dus met de wereldkaart, de wereldkaart. Dus er zijn een aantal dingen heel hard gebeurd. Oh my god. En dan krijgen we de 10 van cups, de 10 van bekers met de storybook ending. En het is vooral iets, een verschuiving in de mannelijke energie. Wat dat ik al wel verwacht had, aangezien dat we de laatste video's van de laatste dagen, de boodschappen ook gingen rond de mannelijke energie. En we krijgen de King of Wands met een natuurlijke geboren leider. Het idee is, of het met de Knight of Wands en de Seven of Swords, not what it seems. Ja. Het ding is dat de afgelopen dagen, door de verschillende dingen die door het universum al dan niet onder lichte druk geforceerd geweest zijn, zijn er angsten getransformeerd, waardoor dat de mannelijke energie meer en meer verbinding heeft kunnen maken met zijn essentie, met zijn blauwdruk. Waardoor dat hij ook veel beter nu ziet wie en wat er in zijn toekomst ligt. Wie of wat dat er eigenlijk zijn lot is. Waardoor dat hij natuurlijk gemakkelijker... Het is niet gemakkelijk, maar het is, laten we zeggen, de weerstand om de dingen die geweest zijn in een vorige versie van wie dat ze dachten dat ze waren, kunnen makkelijker losgelaten worden wanneer je de weg vooruit ziet en wanneer je ziet dat hetgeen het universum je eigenlijk wil brengen doorheen dat torenmoment, doorheen die afbraakwerken, dan is het ook gemakkelijker om mee te gaan stromen in die energie en die verandering dat het universum jou brengt. En dat maakt dus dat waar dat vroeger de mannelijke energie iets had van ja, deze liefde, deze connectie is niet echt. Het is iets dat je alleen maar in de Hollywoodfilms ziet en zo verder. Dat hij nu ook meer vertrouwt en eigenlijk weet diep van binnen dat hetgeen wat hij altijd gevoeld en ervaren heeft, dat dat ook mogelijk is om in de realiteit te ervaren. En het verlangen om bij de vrouwelijke energie te zijn, om zich te verenigen met de vrouwelijke energie, om in een tastbaar leven, een mooie erfenis achter te laten hier op de aarde, die verlangens zijn ondertussen groter geworden dan gelijk welke angst die er nog zou zijn diep van binnen in hem. Omdat hij weet dat hoe meer dat hij stapt in die connectie, hoe krachtiger hij ook wordt, omdat hij net ook beschermd wordt door de verbinding met zijn vrouwelijke energie. Omdat hij weet dat zijn vrouwelijke energie er altijd is en er altijd zal staan en hem altijd zal ondersteunen in de richting van zijn voorbestemde lot en zijn hoogste zielspad. En daarom lijkt het ook alsof dat er niets gaande is in de 3D-wereld. Zeker als je vrouwelijke energie bent, dan ga je van deze inzichten nog geen duidelijk resultaat gezien hebben in de realiteit. En daarom is het advies voor de vrouwelijke energie om te blijven focussen op haar eigen creatieve energie. Op haar eigen leven, het invullen van haar eigen beker. Want het is niet aan haar om op dit moment actie te ondernemen.
Dan krijg je een 4 van zwaarden omgekeerd. Zij moet verder naar binnen blijven gaan. En eigenlijk zodanig zelf geabsorbeerd zijn, zodanig gefocust en bezig zijn met zichzelf, dat als een bliksemschicht bij heldere hemel zal zijn het moment dat de mannelijke energie in haar 3D-realiteit aankomt. En dus het enige dat zij hoeft te doen, is te focussen op haar eigen leven, verder blijven stralen, haar eigen visies, eigen verlangens, eigen dromen blijven najagen. En hoe meer dat ze dat gaat gaan doen, gaat ze inderdaad niet alleen voor haar, maar ook voor de mannelijke energie en voor dus haar zielspartner de dromen manifesteren dat ze willen. Er zijn er een paar tegelijkertijd uitgekomen. Ik ga ze eerst allemaal openleggen, dan kan ik zien waarover dat gaat. En het gaat over dat beiden, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, eigenlijk op een nieuwe manier mag gaan kijken naar zichzelf, naar de connectie, naar het universum, naar hoe dat het universum te werk gaat en tegelijkertijd ook vanuit een hogere visie zien dat de veranderingen die op een drastische manier, bij de een al wat drastischer en abrupter dan bij de andere, maar dat die veranderingen er geweest zijn, opdat we op een nieuw en hoger level ook veel meer vanuit vergeving en vanuit compassie naar elkaar zouden kijken. Niet alleen naar de connectie, maar dat is ook ruimer. En dat in het proces van groeien naar dat eenheidsbewustzijn, groeien naar die eenheid met de twin, in eenheid in onszelf, dat we verdriet, pijn, ontgoocheling, teleurstelling, al de laagtrillende emoties en alle ongezonde patronen en gedragingen en conditionering die gekoppeld zijn of die nog vastzaten in onze energie, om die eigenlijk verder te gaan helen en transformeren. En wanneer we dat gedaan hebben, dan kunnen we eigenlijk uit de schaduwen van onszelf weer komen en onze waarheid gaan spreken op een nieuwe manier, op een creatieve manier, vanuit een passionele manier, omdat we weten en begrijpen dat die dingen die we gedacht hebben en die we gepland hebben met ego, dat er zoveel meer is en zoveel dat groter is dan leven zelf. Wat is nog dat we mogen aan dit verhaal toevoegen? Ja, Page of Swords. Het is eigenlijk onze behoefte, onze honger naar kennis, naar logische verklaringen, naar uitleg, naar theorieën, naar wetenschappelijke onderbouwingen en dergelijke. Dat we op een bepaald punt terechtkomen en dat we gaan beseffen dan eigenlijk alles wat we ooit als veiligheid hebben gezien, dat er niets van veiligheid in zit, maar dat het enkel een illusie was. Een illusie dat ons iets vrijheid en veiligheid gaf. En daardoor zaten we ook vast, hebben we ook het gevoel gehad dat we niet vooruit konden, dat we geen keuze hadden. Wat maakte natuurlijk dat er ook geen strategie was, dat er geen plan was, geen actieplan, geen actie gewoon in het algemeen. Maar door het samen te doen, dus door het samen te werken en dus de mannelijke energie in onszelf en dan de vrouwelijke energie in onszelf te gaan helen, dan brengen we healing in de connectie. Dan brengen we healing in de wereld en dan brengen we alles wat dat onbewust was en in de schaduwen van de maan, of moet ik zeggen het licht van de maan soms duidelijker werd, dat dan pas die diepe emoties, dat intuïtieve, kon groeien, kon krachtiger worden. Totdat we op het punt kwamen, of gekomen zijn, dat we vanuit onze sensitiviteit, onze gevoeligheid en onze intuïtie eigenlijk konden gaan communiceren wat datgene was dat onze ziel, wat dat de betekenis van onze ziel was, wat dat de essentie van onze ziel is. En dat is hetgeen wanneer we op het punt komen dat we in eenheid komen.
in eenheid komen via een onzichtbare kracht. Via het samenwerken van verschillende elementen die er zijn en die jou jou maakt en mij mij maakt. Waarin dat we het onderbewuste, de onderbewuste gedachten, de subconscious mind, naar boven brengen. Niet als een vaststaand feit, omdat we weten dat het altijd iets vloeibaar blijft. Maar wel als iets dat altijd verborgen geweest is en die nu door het bewust te worden kan getransformeerd worden. Zodanig dat wonden, pijn, conditioneringen, overtuigingen die helemaal niet afgestemd zijn met jouw essentie, dat die kunnen getransformeerd worden, zodanig dat we nog dieper en nog verder in een liefdevolle uitwisseling kunnen stappen. Een uitwisseling tussen jou en jouw zielspartner. Een uitwisseling tussen jouw ziel en jezelf. Een uitwisseling tussen jou en de wereld. En dat proces van het geboren laten worden van het onderbewuste, dat gaat altijd maar versnellen. En dat is hetgeen wat we ontwaken noemen, wakker worden noemen. Want het is belangrijk dat we onze essentie op een nieuwe manier gaan delen. Dat we dingen gaan neerzetten. Dat we tonen wat dat betekent om vanuit een hoger bewustzijn hier de wereld vorm te geven. En er zijn nog weinig mensen op dit moment die dat al vanuit een krachtige zelfovertuiging is misschien het juiste woord, maar een overtuigende en vanuit diep zelfvertrouwen, van een innerlijk weten, hun authentieke energie, ongeacht wat er gebeurt, ongeacht de commentaar, ongeacht wat dat anderen zullen denken of zeggen, durven in de wereld te zetten. Omdat ze nog te veel onder invloed zijn en dat ze nog veel te veel beïnvloedbaar zijn door de emoties van het collectief. En ook daar is tijd dat we daar krachtiger in worden. Dat we leren die emoties, wat dat er van ons is en wat er niet van, wat dat er van ons is en niet van de ander, of wat dat van de ander en het collectief is en niet van ons is, om die voor eens en voor altijd af te scheiden van wie dat we zijn. Want we zijn niet onze emoties, we zijn niet onze gedachten, we zijn één. En dat is het grootste stuk van alles wat we nu gezegd hebben, is eigenlijk de grootste verandering dat dit nu aan het gebeuren is in de mannelijke energie. Zodanig dat die in staat zou zijn om vanuit die passie en vanuit die gedrevenheid, hetgeen dat mysterieus was, hetgeen dat ongekend was, zelfs hetgeen dat soms als donker en onbetrouwbaar en niet oké gezien werd, om ook dat naar boven te laten komen, om ook dat bewust van te worden, om ook dat te erkennen als een onderdeel van onze energie. Want goed uiteraard of verkeerd, in onze energie zitten er heel veel dualiteiten. Zijn er heel veel energieën die tegengesteld zijn aan elkaar. En soms gaan we meer in de ene uiterste, soms meer in de andere uiterste. Maar het doel is om uiteindelijk zo vaak als mogelijk vanuit die eenheid, en dus eigenlijk vanuit een hoger perspectief, alle facetten van ons zijn te gaan zien. En in de juiste situaties die kenmerken, die energiefrequenties te gaan gebruiken, die nodig zijn voor ieders hoogste goed.